Goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag maandag en ik was eigenlijk bezig met mezelf klaar te maken. Toen dacht ik, laat ik even de vlog openen, want het is best wel aan de late kant. Ik ben me zo aan het klaarmaken. Ik moet mijn haar nog doen en me omkleden. Want ik heb straks even een afspraakje. Zo, iemand is boos hier. Waarom zijn jullie zo boos op elkaar dan normaal? Zo, oké. Gaat het wel? Nee? Met jou dan? Gaat het? In ieder geval, het is vandaag een heel bijzondere dag. Want ik heb een keer een andere badjas aan. Dit is echt mijn lievelingsbadjas. En ik hou gewoon van deze kleur. Ik zweer, ik heb van kleins af aan al zo'n kleur badjas. Zo lila. Ik hou hiervan. Het is echt mijn favoriet. Even kijken, wat nog meer. Ik ga me verder klaarmaken en dan zie ik jullie straks. Ik heb net een pakketje gekregen van Urban Decay. En ik ben hier echt zo blij mee. Ik ga even laten zien wat er allemaal in zit. En kijk dit dan. Het is echt zo cute. Dus, voordat ik dit uit ga pakken. Wil ik even met jullie delen dat ik een beslissing heb gemaakt. Om niet alle PR pakketjes meer te accepteren. Ik kreeg echt zoveel binnen. En ja, eigenlijk wou ik de helft gewoon niet promoten. Het is ook niet de bedoeling dat je alles promoot dat je binnenkrijgt. Alleen omdat je het gratis krijgt. Dus ik heb er, ja, ik heb het allemaal stopgezet. En alles wat ik vanaf nu in mijn vlogs aan PR-pakketjes laat zien. Zijn dingen die ik gewoon echt zelf heel graag wil. Heel tof vind. En die ik ook zelf heb geaccepteerd. Dus dan weten jullie dat vanaf nu. Dus ik hoop dat het dan ook leuker is voor jullie om naar te kijken. Kijk, het gaat hier om een nieuwe oogschaduwpalet. En het is deze. Oh, de kleuren zijn echt zo prachtig. Ze zijn echt mijn kleuren. Ik gebruik het ook echt gewoon dagelijks, deze kleuren. Zo, even uitpakken met jullie. Hij ziet er zo uit. Oh, dit is echt heel erg cute. De verpakking is zo mooi. Ook met die gouden letters en zo. Ik vind het echt heel erg mooi. En dan hebben we deze kleuren. Oh my god. Ik vind het echt heel mooi. En echt oprecht. Dat zijn echt mijn kleuren. Daar heb ik nog een oogschaduwprimer gekregen. Ik gebruik het echt bijna nooit. Dus ik ben echt benieuwd of het gaat helpen. Ik ga hier wel mee starten. Ik ben er zo benieuwd naar. En dit is een waterproof pencil brow blade. Oh, ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Is het nog voor wenkbrauwen? En dan waterproof. Oké, ik ga deze vanavond nog even uitproberen. Ik ben hier echt zo benieuwd naar. En dit is een brow volumizer primer en color. Oh, ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik ga het even openen wat hier precies in zit. Aan deze kant is dus de primer. En die ziet er zo uit. Oh, wat tof. Ik ga het echt uitproberen. Ik heb echt iets nieuws nodig voor mijn wenkbrauwen. En dit is de color. Even kijken of het wel de juiste kleur is voor mij natuurlijk. En oh, dit is echt de juiste kleur voor mij. Het is zo donkerbruin. Oké, ik laat jullie straks meer van dit zien. Maar ik ga me even zelf heel snel omkleden. Dus maak ik die brow gel die ik normaal zeg maar gebruik al op heb. Anders ging ik het product echt gewoon gelijk uitproberen. Het is echt tof. Aan de ene kant is de primer. Aan de andere kant gewoon een soort van ja, kleur voor je wenkbrauwen. Echt tof. Zo, hier is het dan. Echt, ik ben ook blij als ik mijn haar eens wel heb gedaan. Krullen maken me echt happy. Ik ga nu even snel een juiste outfit zoeken. Ik moet gewoon echt een heel comfortabele outfit hebben. Want ik heb zo een behandeling. Ik ga echt weer niks vinden, jongens. Ik moet echt weer shoppen. Ik heb echt laatst ook heel het bijna hetzelfde aan. Omdat ik gewoon niks leuk vind wat er in mijn kast zit. En dan pak ik heel het hetzelfde. Vooral omdat ik ook een beetje in dezelfde vibe zit. En ik hou nu een beetje van dezelfde kleur. Een beetje dezelfde stijl. Dus je pak je elke keer een beetje hetzelfde. Kijk, een trui is letterlijk net gewassen. Maar zien jullie deze streep ook? Ik snap dus echt niet hoe dit komt. Ik vind het echt zo vervelend met zwart bij mij. Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Ik heb altijd van die rare witte vlekken op mijn zwarte kleding. Zo, even een kledingrol eroverheen. Want
Met zwart zie je dus echt alle mini-stofjes gewoon zitten. Dat is echt hinderlijk. Vooral op beeld zie je dat heel goed. Nou, volgens mij is het wel goed zo. Het is echt een lekker gevoel eigenlijk dit. Even kijken of je de streep nu nog steeds ziet. I don't know. Ik had jullie toch gisteren laten zien dat Nessie de kaars aan het aandoen was. Kijk, één keer wat hij heeft gedaan. Ik zie het nu pas. Hij heeft dus in zo'n klein ding, heeft hij dus zo'n hele grote kaars erin gedaan. Ik zag het vanochtend pas. Even serieus, Nessie, what the fuck is dit? Ik ga helemaal stuk. Ik heb net onderweg even een kiprookworst gehaald. En gegeten, maar ik ben nu echt koolsmisselijk. Ik ben nu onderweg naar Natural Body Cosmetics. En daar heb ik vorig jaar een paar behandelingen gehad voor mijn cellulitis. En omdat ik zo goed bezig ben nu met mijn lichaam en afvallen en zo, wil ik dat heel graag weer oppakken. Ik ben daar toen mee gestopt. Omdat ja, de behandelingen zijn echt fucking pijnlijk. Ik maak echt geen grap. Maar nu denk ik achteraf van ja, ik kon het beter afmaken, want ik had er al 3 op zitten. Dus ik moest nog even. Ja, het is gewoon even een half uurtje bikkelen en daarna ben je er gewoon vanaf. Dus ik ga het gewoon weer proberen. Ik heb wel echt een beetje, ik ga wel een beetje cheaten. Want ik heb ibuprofen mee en ik ga die gewoon zo slikken. Ik heb een flesje water gehaald, gewoon even ibuprofen slikken en dan gewoon bikkelen daar in de kamer. Ik ga stuk. Ik ben net aangekomen bij mijn bestemming. Wat ik ook even aan jullie wou vertellen is dat ik even ga vragen of er bepaalde behandelingen zijn voor de buik. Maar ik heb één probleempje bij mijn buik. Is dat zeg maar, ik heb onder mijn navel zeg maar zo'n bultje met vet. Hoe zeg je dat? Dat zeg maar daar de vet meer ophoopt. Dat heb ik zeg maar onder mijn navel. En ik ga vragen of er ook bepaalde behandelingen voor zijn of zo. Met een apparaat. Ze doen alles met apparaat en massages en dat soort dingen. Dus ja, daar ben ik benieuwd naar. Dat ga ik even vragen. Dat laat ik jullie straks even weten. Ik ben net aangekomen bij Natural Body Cosmetic. En ik ga zo even starten met de behandeling. Ik ben echt heel erg benieuwd. En ik hoop dat mijn ibuprofen het werk gaat doen. Even serieus. Ik heb hier geen zin in. Ik ben net klaar. Ik heb het overleefd, jongens. Ik vond het eigenlijk nog prettig ook. Echt blij dat het achter de rug is. Ik ga nu even snel weer naar huis. Ik ga even Nessie bellen waar hij nu is. Trouwens, wat ik jullie nog wel vertellen. Wat ik dus een tijdje geleden niet kon vertellen aan jullie. We hadden toch laatst een bus opgehaald. Ik en Nessie samen. Is het zo overbelicht? Ik en Nessie hadden toch een tijdje geleden zo'n busje opgehaald. En we konden nog niet vertellen van ja, waarvoor die bedoeld was. Maar vandaag heeft Nessie voor Supergane dus QC geprankt. En hij had me net geappt dat het allemaal goed gelukt is en zo. Dus ik ben echt benieuwd. Het is echt een heel goede prank. Dus hou Supergane in de gaten. Want jullie gaan jullie echt dood lachen. En de taart die wij gisteren dus hebben opgehaald, had ook te maken met de prank. Die heeft hij op het einde aan hem gegeven. Maar het is echt een heel toffe prank. Jullie moeten het echt zien. Ik hoop dat hij dan ook tegen de tijd dat deze vlog online is, dat die ook online is. Maar ik denk het haast niet. Trouwens net deze gehaald. En dat is die spa met de smaak munt. 0 calorieën, 0 gram suiker. Ik weet niet of deze lekker is. Even proeven, jongens. Ik denk dat als je hier zeg maar citroen bij toevoegt, dat het best wel een lekker drankje kan zijn voor de zomer. Ik was onderweg naar huis en toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel naar de Primark weer, want ik wil nieuwe pyjama's halen. Want ik heb gewoon niet zoveel fijne pyjama's en ik heb elke keer dezelfde pyjama's aan. Daar komt het op neer. Ik ga pyjama's halen bij de Primark. Ja, in ieder geval, toen kwam ik dus de Primark uit. Oh, de belichting is echt zo kut. Kwam ik de Primark uit en toen werd ik door Nessie gebeld. Dat hij dus niet thuis eet, maar met een vriend. Hij is helemaal in Amsterdam. Dus ik vond het prima, want... Dus ja, ik vond het prima. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik met een vriendin eten. Want ik heb geen zin om alleen te eten. En toen heb ik Esmee gebeld. Toen zei ze, oh mijn god, ik wil je net bellen. Dus waarschijnlijk ga ik met haar eten. Even kijken.
Maar ze komt eerst dus hier naartoe, want ze wil zelf ook nog naar de Primark. Ze gaat binnenkort op vakantie en ik zag daar best wel veel van die zomerachtige jurkjes en zo. Dus ik moet hier nog even een kwartiertje wachten. Dus ik dacht, ik ga even mijn lippen bijwerken. En ik heb echt zoveel trek. Niet normaal. Jongens, ik ga weer naar de Primark. Maar dan één keer met deze nu. Echt gezellig. Ik heb er weer zin in hoor. Nou, ik kwam zogenaamd terug voor het mee, maar ik eindig zelf in een paskamer met al deze dingen. Ik ga nu even kleren passen, jongens. Ondertussen is er nog een tas bijgekomen. Dat was echt totaal niet de planning. Maar oké, ik heb best wel veel leuke dingetjes gescoord. Gewoon voor dagelijks. En ik ben nu aan het wachten op Esmee. Want we gaan zo even samen ergens lekker eten. Ik heb echt trek. Ik kan echt niet meer. We zijn aangekomen bij Urbanus nu. En Esmee had wat te melden. Ja. Nou, zeg het maar. Wat als ze kijk. Nou... Meer, die gaat altijd sowieso heel normaal doen in de vlogs. Dus dan krijg je zo... Wie vindt mij nou normaal in mijn vlogs? Wij gaan nu eten met Afanos. Net zit ze... zitten zo achter het stuur. Kijk eens, dat doet zij. Ja, maar als ik dit ga doen, dan gaat toch iedereen denken van... Waar kijk ik naar? Oh, we gaan het eten. Ja, dat kan ik niet doen in mijn vlogs. Waarom niet? Dat ben je gewoon. Ik ga nu even lekker uit eten. En dan... Wat willen jullie zien? Willen jullie zeg maar de... Hallo, wij zijn nu en we gaan uit eten. Of wil je gewoon zien dat ze zo... Maar eerlijk, er zitten toch heel veel gekke stukjes in. Ja, okay. Ik vind het wel echt genoeg hoor. Ja, oké. Okay. Nou, ik niet. Als ik undercover meer zou filmen, hoe zij mij soms undercover filmt, gaan we zien wie de rare is van ons twee. Ik ben sowieso het meest rare. Ja. Wij zijn nu bij Urbanus. En dit is zeg maar het begin van onze eten. Oh, en de cozy is er. Oh, dat ziet er zo goed uit. Nee hoor, dankjewel. Kijk, wat wij hebben gekregen van het huis, terwijl ik op dieet ben. Dus wat gaan we nu doen? Esmee gaat het uitleggen wat we nu gaan doen. Wat gaan we doen? Esmee gaat voor mij eten. Ik moet alles opeten, want het is goed voor mij. Jongens, kijk dit. Even zoom in. Even voet waarderen. Voet. Even je eten meer waarderen. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Dit is gewoon perfect. Deze is zo goed. Oh my god, ik ben zo jaloers. Wij zijn inmiddels bij Esmee. En wat je doet als je bij een goede vriendin bent, je doet je broek los. En wij gaan nu... Oh, film mezelf wel even. Wij gaan nu haar koffer inpakken voor Cape Verde. Waar moeten we dan heen? Nou. Zo heftig! Ja, wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? Nou, ik heb mijn badjes aangetrokken, ik vind het koud. Echt leuk. En kijk. Het grappige is, ja. Ik bijvoorbeeld dit wil ik er zeg maar mee, maar dat moet dus nog gewassen worden en ik heb nog wel 2 dagen. Wij zijn nog steeds een beetje outfits aan het zoeken voor de vakantie. Oké. Nou, highlight hebben we gedaan. S zit ook altijd hier, dus dat gaan we ook doen. Ik ga alles doen wat jij doet. Wat moet ik op mijn lippen doen? Wat is mooi? Geef me maar even een mooie combi voor mij. Wat voor soort combi wil je dan? Wat jij vindt het mooie is bij mij, dat ga ik doen. Vorige keer vonden ze jouw combi bij mij mooi. Oké. Okay. Ik vind deze ook echt mooi. Ik weet niet, is die nog wel goed? Moet je hem niet slijpen? Hij is fucking goed, toch? Oh, ik heb niet gekeken. Oh, Kenny. Kom. Als jij je lippen omlijnt, druk je dan heel hard op dat ding of heel zacht? Zacht. Anders wordt het zo heel erg. Wordt zo heel erg. Ja, dik. Oh, ik doe altijd heel hard. Ja? Dit is de Butterglass van NYX in de kleur Madeleine. Ja. Klinkt heel erg. En dan moet je zo goed. Oud. Zo doen. Jongen, jongen. Ik moet ook heel goed openen. Wat is er, joh? I like this. Ik snap wel, ik snap die dingen. Kom maar, wat is er dan? Kom. Op in midden vlog, kijk. Kijken. Hier, dit is een goede combi, hè? Nou, I like this. Dat vind ik echt mooi. Dat is echt mijn smaak, dit ook. Zo, ik heb me even omgekleed. Ik heb mijn nieuwe pyjama aan van de Pri. Oh, dit is echt zo chill. Ik heb expres een beetje zo'n te grote gepakt. Volgens mij is het echt maat L of zo.
En ik vind hem echt gewoon super chill. Wat ik vandaag ga doen, dus ik eigenlijk altijd de hele dag van plan. Maar sinds dag komen we best wel laat thuis gekomen en Nessie ook. Ik ga dit hier doen. En ik ga gewoon een hele grote schoonmaak houden gewoon. Diep in de nacht. En ik ga je helpen. Ja, en Nessie. Maar alleen maar dit. Ik ga... Helemaal top dit. Dus snel dweilen. En dan ben ik klaar. Dan ga ik lekker op de bank. Mijn huisje is weer schoon. En wij gaan nu lekker fruit eten. En Nessim gaat een sinaasappel eten. Lekker hoor, Ness. Lekker hè. Jongens, ik ben Twilight aan het kijken. En ik ga ondertussen even mijn gezicht schoonmaken. En zo. En daarna ga ik slapen. Nessim is zich al aan het voorbereiden om te gaan slapen. Maar ik ga eerst Twilight kijken. Het is echt heel spannend. Zeg maar het gedeelte waarin ze gaan trouwen en alles zeg maar een beetje fout gaat. Dus ik ga het wel even afkijken. Ik ga nu mijn gezicht reinigen en dan zie ik jullie morgen weer. Doei!